Welkom bij de tweede aflevering over de komkommerproef bij Botany. De belichte komkommerplanten hebben water nodig om te groeien. En de kwaliteit van het water is ontzettend belangrijk. Ziekten en plagen worden steeds meer biologisch bestreden. Vandaag leren we hoe dat in zijn werk gaat. Tot slot wordt het belang van data ten behoeve van innovatie bekrachtigd. De specialisten vertellen je graag meer. Allereerst is mijn naam Joost Hovens van de firma Syndro. Wij vermarkten OxyPoS en dit wordt nou ook bij Botany ingezet. Water is natuurlijk het fundament voor iedere teelt. Op het moment dat telers minder oplettend zijn in een watergeefsysteem, kunnen bacteriën en schimmels zich gaan vestigen in het watersysteem door middel van een biofilm. Ik heb een leiding meegenomen waarin eigenlijk ook de biofilm duidelijk zichtbaar is in het leidingssysteem. Ten eerste heeft die biofilm een negatieve invloed op de afgifte van water, dus eigenlijk de gelijkheid van water. En daarnaast kan het de zuurtegraad van het water, dus de pH, beïnvloeden. Op het moment dat de pH beïnvloed wordt door de biofilm, kunnen bepaalde meststoffen niet meer worden opgenomen. En als de pH heel sterk fluctueert, dan kunnen meststoffen zelfs neer gaan slaan in een leidingssysteem. En nou, onder invloed van de neergeslagen meststoffen en de biofilm slippen de leidingen dus eigenlijk helemaal dicht. Daarnaast neemt de biofilm voedingsstoffen en zuurstof op uit het gietwater. Dit kan leiden tot zuurstoftekort, eigenlijk met name in de zomer, dus bij hoge temperaturen, en in de winter bij lange doorlooptijden, eigenlijk zoals nu ook het geval is bij Botany. Dit kan zelfs zo erg worden dat water giftig wordt voor planten. Dus je krijgt heel weinig zuurstof en opbouw van nitriet. Dat zijn eigenlijk de redenen waarom dat 9 van de 10 tuiners gebruik maken van een desinfectiemiddel voor een watergeefsysteem. We gaan de dosering, zoals we dat met OxyPoS doen, gaan we even bekijken bij de pomp hoe het in zijn werk gaat. Het gietwater wordt direct vanaf de dagvoorraad behandeld middels een pulspomp. Hier pulsen we ons product direct in de dagvoorraad. En door zijn desinfecterende werking en stabiliteit kunnen we de dagvoorraad tot en met einde druppelleiding behandelen. Waardoor microbiologie en biofilm vrijwel geen kans krijgt zich te ontwikkelen of te vestigen in het systeem. Mijn naam is Luc Curis, ik werk bij Royal Brinkman en ik ben de teamleider van de productspecialisten geïntegreerde gewasbescherming. In een komkommergewas komen heel vaak trips, witte vliegen en spint voor. Deze plagen trachten we biologisch te bestrijden. Dat wil zeggen dat we proberen zonder gebruik te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen deze plagen onder controle te houden. Hiervoor is het wel belangrijk dat we in het gewas kijken om te zien dat die plagen op een voldoende laag niveau blijven. Nou, bijvoorbeeld voor spint en voor trips en witte vlieg zetten we de roofmijt Amblyseus mondorensis in. Dit is een natuurlijke vijand van die trips en die witte vlieg. Als we die inzetten, gaan deze roofmijten de larven van de witte vlieg en de trips opeten. En daarbij eet ze ook nog een spintje mee. In een komkommergewas is het niet mogelijk voor roofmijten om te overleven als er geen plagen zitten. Wij gaan daarom eigenlijk een voermijt toevoegen in het product Powerfood. Door die voermijt in het gewas te zetten, kan de roofmijt kweken, zodat ze in een grote populatie aanwezig zijn op het moment dat de plagen in het gewas komen. Wat we in deze proef hebben gezien tot nu toe, is dat de belichting geen negatieve invloed heeft op de biologische bestrijders. Ook met de LED-verlichting die vrij nieuw is, zien we dat die roofmijt toch mooi kan ontwikkelen. De bestrijding in deze proef verloopt momenteel zeer goed eigenlijk. We zijn gestart met een enkele witte vlieg en trips op de vangplaten. Nu zoveel maanden later is die druk nog steeds heel laag. We komen af en toe een trips en een witte vlieg tegen. Maar tot op heden hebben we niet moeten ingrijpen met insecticiden. Dat wil zeggen dat deze komkommers van een super kwaliteit zijn en nog geen enkel gewasbeschermingsmiddel hebben gezien. Ja, mijn naam is Peter Gustels. Ik werk bij de Ruiter Seeds en ik werk in Zuid-Nederland voor de komkommers, paprika's en tomaten.
Ja, wat wij in deze proef onderzoeken is dat we kijken hoe ons ras zich verhoudt onder de verschillende belichtingsstrategieën. We weten dat dit ras onder de hybride belichting het erg goed doet. En dat willen we eigenlijk vergelijken met de full LED belichting. En voor de rest willen we eigenlijk even kijken van, of we kunnen zien hoe het ideale planttype eruit zou moeten zien bij de verschillende belichtingsconcepten. Wij verzamelen eigenlijk verschillende data van dit onderzoek. De bladgrootte, de lengte van de plant, de LAI, noem maar op. Eigenlijk bijna alles wordt bijgehouden hier. En die data die kunnen we eigenlijk gebruiken om in de toekomst betere rassen te ontwikkelen. Wat eigenlijk heel belangrijk is voor de teler. De teler kijkt heel erg naar arbeid, naar het aantal vruchten wat erin komt, de productie, de kwaliteit. En dat kunnen we op deze manier nog beter waarborgen. Dit was aflevering 2. Wil je nu meer weten? Kijk dan op de website. En heel graag tot de volgende keer.